Ik heb het vak van Harry geleerd. Ik ben begonnen hier met stage lopen. En toen ben ik begonnen bij Harry met de kleine kastjes. Die heeft me klaargestoomd om naar buiten te gaan. Harry is een rustige persoon die jouw niveau goed kan inschatten hoe ver je bent. Het is gewoon heel belangrijk dat de jongens een goede begeleiding krijgen. Want zonder begeleiding gaan ze het diploma wel halen, maar ik denk niet dat ze veel leren. Er zijn ook jongens die denken, en dat weet ik, dat ik hun te veel gepoest heb, maar die zijn er wel gekomen. En daar ben ik wel trots op eigenlijk. Hij motiveert je ook. Het is niet zo van, dit is je opleiding en je red je maar. Dat totaal niet. Hij staat altijd voor je klaar. Hij zorgt ervoor dat je cijfers moet hebben. Ik heb hier alles zelf opgezet. In samenwerking met wat nu P&O is. We hebben ons BBV-boek. Daar beginnen wij mee. Wat moeten wij ze nog bijbrengen? Hoe ver zijn ze? Wat weten ze? Dat is gewoon heel belangrijk. En daarnaast gaan we aan de slag met de kerntaken die ze nodig zijn voor school. Wat het leuk voor mij maakt is dat de leerlingen, de interactie met de leerlingen, maar ook de interactie met school. En daarnaast ook nog met andere bedrijven, de samenwerking daarmee en het bezoeken van de leerlingen. Het is heel variërend werk wat je doet. Kijk, Harry is een persoon die altijd voor je klaar staat. Die bij alles bij terecht kan, bij vragen, voor school, voor op je werk. Daar is hij helemaal, staat echt voor je klaar. Dankzij Harry kan ik nu het vak goed beheersen.